Duin. Zit goed door. Romario. Voorzet Romario. Hasselbank. En die bal die valt binnen. Misschien niet het mooiste doelpunt uit de eerste seizoenshelft van Jong PSV, maar wel een belangrijke. Hasselbank claimt het doelpunt. En nog eens kijken, Romario met de voorzet. Ja, of je hem nou raakt of niet, het maakt ook niet uit. Het staat 1-1. Romario Sabayo is in de ploeg gekomen voor Makiavala. Hier is Romario Sabayo met zijn eerste balcontact en het is 1-1. Wat een binnenkomer, Romario Sabayo. Romario Sabayo en die denkt niet na, besluit te schieten. En zet Jong PSV op een hele mooie wijze op een 1-0 voorsprong. Romario Sabayo en daar is het 4-0. Het was even wachten op de vierde treffer, maar hier is hij dan toch van Romario Sabayo en hij verdient het. De voorzet van Rijnmans met zijn wat mindere rechterbeen valt helemaal achterin en 4-0. Romario Sabayo op Funzo Oyo, want nu is het Jong PSV dat bloed ruikt. Goed gevoetbald dit, Ilke Horsten in de ploeg gekomen voor Steve Olfers. Met de voorzet. Daar komt Romario Sabayo en Romario kopt hem prachtig binnen. En zo leidt Jong PSV met 1-0. En op dat moment is dat terecht. Want ook al heeft het een mannetje minder, het blijft goed voetballen. Geduldig voetballen. En krijgt hier dus de beloning. De voorzet van Horsten en de prachtige kopbal van Romario Sabayo. Romario snijdt naar binnen met zijn mindere linker Romario, maar hij scoort wel. Prachtig doelpunt van Romario Sabayo. Niemand pakt hem aan, krijgt alle tijd, alle ruimte. En die benut hij voor de volle 100%. 1-0 voor Jong PSV. Rijmenans verdwijnt even achter de camera van de collega's van FC Twente. Maar Rijmenans komt er toch uit. Mooi hakballetje op Bakal. Voorzet en achterin Romario met de 1-0. Goeie aanval van PSV. De laatste kans voor de wedstrijd is er eentje voor PSV. Opnieuw Rijmenans. Die vindt Romario en die doet dit. Prachtig doelpunt. Een mooi slotakkoord voor de wedstrijd. Romario Sabayo met de 4-0. Dat is de moeite waard om die nog eens in de herhaling te kijken.